10 jaar geleden zat ik op deze basisschool in deze klas. Rekenen, spelling, taallesjes. Ik blokkeerde totaal. Ik wilde veel liever buiten spelen, knutselen, maar vooral verhalen schrijven. Ik heb Rosa gehad in groep 3, 4, 5. We hebben hier op de Montessori school een drie groepen systeem. Dat betekent dat 3 jaargroepen bij elkaar zitten. Ze speelde heel graag. Dat vond ze denk ik ook leuker dan het echte schoolwerk. Rosa speelde graag met Playmobil. Had ze echt hele bouwwerken maakte Rosa van een soort een verzinstad met een ziekenhuis erbij en van alles en nog wat. Dus een hele hoop denk nadoen wat in het leven gebeurt. Rosa is ook wel handig in als dingen niet lukken, dan is het toch wel snel. Lukt het haar dan om iemand anders het klusje te laten doen? Wat ik me kan herinneren, is een tijd geleden en ik heb natuurlijk veel kinderen gehad. Rosa kan ik me nog wel herinneren dat vriendelijk, gevoelig, onopvallend meisje in de klas. Een meisje wat tussen de mazen van het net door zou kunnen glippen. Ja, ik vind dat heel logisch. Je hebt natuurlijk heel veel kinderen in de klas. En ik denk ook wat een oplossing zou kunnen zijn is minder kinderen in de klas of meer docenten. Ik zeg ook heel vaak tegen meester Hans van ik heb zoveel respect voor hoe je dit allemaal doet met zoveel kinderen en zoveel vragen en je moet aan zoveel dingen denken. Sowieso docenten hebben gewoon het zo druk. Dus ik zeg ook niet van docenten doen iets niet goed. Ik denk dat het systeem, dus dat je zulke grote klassen hebt en dat wanneer je achterloopt en hulp nodig hebt, dat je een label nodig hebt om uiteindelijk hulp te krijgen, daar sta ik niet achter. Dus ik denk dat het een oplossing kan zijn om minder leerlingen in een klas te hebben, zodat docenten op alle kinderen kunnen letten. In groep 4 had ik een enorme leerachterstand ontwikkeld. Daarom was er besloten om te starten met IQ-testen. Van observatie van docenten tot en met uiteindelijk een herscan in het ziekenhuis. Jarenlang testen. Ik voelde mij als kind dom en onbegrepen. Mijn naam is Rosa Meijer en ik studeer dit jaar af aan de HKU als schrijver en regisseur van de korte film De Fantast. Nou, ik vond het een interessant onderwerp. Het heeft natuurlijk met Rosa zelf te maken, heeft wel raakvlakken. En ook met het onderwijs. Dus ja, ik vond het een heel goed onderwerp. En hoe leuk is het dat heel veel mensen dat blijkbaar vinden. En dat heeft Rosa heel goed aangevoeld. De vorige keer dat we elkaar spraken, toen was je nog in spanning of je de crowdfunding ging halen. Nou, dat is heel succesvol verlopen. Ja, dat is gelukt. Ja, de campagne is echt heel goed geslaagd. Daar ben ik echt super blij mee. We hebben zelfs 110% binnengehaald. Dus nog net wat extra erbij. Dus dat zegt ook wel weer hoeveel mensen eigenlijk willen dat dit verhaal verteld gaat worden. Dus dat doet mij heel erg goed. Rosa heeft gevraagd of ik of ze met mij kon overleggen om iets te gaan doen met een film. Nou, eigenlijk hoefde ik de rest niet te weten, want het antwoord was al meteen ja. Sowieso heel leuk dat Hans mij zo steunt. Dus mijn meester en de klas natuurlijk. En überhaupt de school, want we gaan het schoolplein hier ook verven. En we gaan hier ook draaien. Ik vind het heel erg fijn dat ze mij deze kans geven. En dat ze zo meedenken voor de film. Dus ben ik heel blij mee. Dus zij benaderde mij in eerste instantie voor de vraag. Hans, mag ik met een paar kinderen van jou wat gesprekjes voeren, omdat ik heel erg benieuwd ben wat tegenwoordig de spreektaal is van kinderen van 10, 11 en 12 jaar. En die groep heb jij, dat klopt. Omdat ik een film wil gaan maken die ook voor die doelgroep bestemd is. Ja, ik kom hier dus wel regelmatig, ook om het script te oefenen. En ja, ik vind het gewoon heel fijn om echt met de doelgroep bezig te zijn, dus ze ook horen praten. Want hoe ik vroeger praatte was heel anders dan dat kinderen nu doen. Kinderen zijn ook hartstikke hip met TikTok en Facebook en Instagram en zo. Dus ik vind het heel fijn om even bij mijn doelgroep te zijn. En voor de rest vind ik het eigenlijk gewoon heel fijn om terug te gaan naar de basisschool. Want ik heb daar ook hele fijne herinneringen aan. Als klein meisje had zij toen al die fantasie en die ambitie om met film aan de slag te gaan? Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar wat we wel heel veel hebben gedaan, is naar films gekeken. Ik weet niet of dat nou zo heel veel van invloed is geweest, maar dat vonden we wel echt heel erg leuk om te doen. Bent u gespannen over het eindresultaat? Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben er wel gespannen over. Ik zie Rosa zo hard werken, dat ik echt hoop dat ze het volhoudt. En dat er niet. Er zijn natuurlijk altijd dingetjes die tegenzitten, en dat zijn er best wel veel.
die iedere keer zeggen, oh, dan moet ik dit voor oplossen en dat voor oplossen. Dus ik hoop dat het nu echt van een leien dakje gaat en dat die film gewoon kan worden opgenomen en dat het helemaal goed gaat. Dat gun ik haar bijzonder. Dus die spanning is er wel. We zijn nu in Kinepolis in Utrecht, jaarbeurs. En we gaan de Fantasso kijken, mijn afstudeerfilm. Ik heb met name met haar gekeken naar het onderwerp en het thema. En het was wel gelijk duidelijk dat het persoonlijk een fascinatie zat. En een hele grote kracht vanuit Rosa van ook... ze had al heel gauw door van dit moet iets zijn met kinderen en dat... Dat realistisch overkomt. En het zoeken naar de grenzen ook, hoe dat in beeld naar voren kwam. Dus het was al heel snel dat zij duidelijk een beeld had van oké, dit wil ik en op wat voor manier. Ik moet zeggen, dat ging heel soepel bij haar. De wijze waarop Rosa een gegeven wat eigenlijk misschien wel al eerder bedacht kan zijn, zeg maar eigen heeft gemaakt, dus door haar persoonlijke ervaring daar ook in te verwerken en daar ook open over te zijn. Ik denk dat elk product speciaal maakt. Als de maker in staat is om echt zijn eigen ervaring daarin te stoppen en ook te delen. Zonder dat het nou echt alleen maar over de maker gaat, maar het ook universeel wordt. Ik denk dat het heel erg gedreven was eerst uit een persoonlijke fascinatie en een persoonlijk wil om dit onderwerp aan te kaarten. Maar naar verloop en ook doordat ze zo ontzettend goed haar onderzoek heeft uitgezet en ook het kijken naar kinderen, kon ze dat heel erg vertalen naar de belevingswereld van het kind. De draaidagen zelf waren wel echt super uniek. Het is natuurlijk bizar dat ik iets heb bedacht, bijvoorbeeld een fantasiewereld met een zandvlakte. En dat ik vervolgens ook echt op een zandvlakte sta met een raket en alles wat ik heb bedacht en heb geschreven. Dus dat is wel een hoogtepunt. Ik heb de film natuurlijk zelf gezien toen hij helemaal af was. Toen gaf ik mezelf wel even een schouderklopje zo van oké, het is gelukt en het ziet er heel goed uit. En waar ik vooral ook trots op ben, dat we het gewoon met het team dit allemaal hebben gemaakt. Want in totaal met ongeveer 100 man hebben we dit gemaakt. Allemaal studenten ook. En ja, daar ben ik wel echt super trots op. Als u nu terugkijkt naar de beginfase en het eindproduct. Ja. Is er dan uitgekomen wat erin zat? Is die tot volle wasdom gekomen, de film? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik ben nerveus. Ik ben zenuwachtig. Ik heb vooral ook heel veel zin in. Ik vind het echt super leuk om eindelijk de film aan iedereen te kunnen laten zien. Dus een combinatie van zenuwen en van heel veel zin. Morrison, je hebt jezelf net op het filmdoek gezien, het grote doek. Ja. Hoe heb je naar de Fantas gekeken? Ik vond het eigenlijk best wel gek om mezelf te zien op een heel groot beeldscherm. Ja, dus het was best wel spannend. Waarom heb je auditie gedaan voor de rol van Keesje? Omdat ik heel graag later ook acteur wil worden. Dus dit is wel een kleine voorsprong heb ik. En hoe was het filmen? Ik vond het heel leuk. Vooral ook omdat ik heel veel nieuwe mensen leerde kennen. En je maakt nieuwe vrienden. Dus dat is wel echt heel leuk. Hoe was Rosa om mee samen te werken? Rosa was heel aardig. Ze legde het allemaal heel duidelijk uit. Ze legde het allemaal heel duidelijk uit. Het script en wat ik moest zeggen en zo. Dus dat ging wel goed. Kun je je een beetje vinden in hoe Keesje is? Ja, heel goed. Ik heb zelf ook een beetje hetzelfde als Keesje. Ik kan niet zo goed opletten. Ik kan niet zo goed concentreren. Ja, wie weet. Het zou wel een wonder zijn als ik een grote filmster word. We spraken elkaar aan het begin op het schoolplein. Ja. Waar een deel van de film zich afspeelt. Ja, ja, ja. Gedacht dat dit daarin zat? Ja, dat is heel raar misschien. Maar ik had er wel alle vertrouwen in. Gezien de gedrevenheid van Rosa. Ik dacht, dit kan niet anders. Dat het echt... dan moet iets geweldigs worden. En dat is ook zo. Het klopt ook.